En Paul ter Linde zit aan tafel. Hij is PVV-raadslid in Den Haag. En met u gaan we meteen beginnen. U sprong in de bres voor een Haags homostel dat gepest is en uiteindelijk nu ook niet meer woont op de plek waar ze toen wonen. Hoe kwam u bij hen eigenlijk? Hoe kwamen ze bij u? Zij hebben de fractie gemaild. Ik was op dat moment op vakantie in Amerika. Ik heb een mail ontvangen van onze medewerker. Hey, let op. Dit is ernstig. Daar is een sms overheen gekomen. Nu meteen reageren. Daar hebben wij een afspraak over dat wij in noodgevallen ook op vakantie bereikbaar zijn. Ik heb die mail gelezen. Ik was dusdanig geschokt dat ik die mensen vanaf mijn vakantieadres meteen heb gebeld. Waar was u door geschokt? Door de inhoud van die mail. Er zat in dat die mensen anderhalf jaar lang te maken hebben gehad met puur intimidatie. Pure straatterreur op die mensen. Kunt u dat wat nader inkleuren? Wat gebeurde er precies? Nou, volgens hen zelf begon het met schelden, schreeuwen, achterna rennen. Dat is op een gegeven moment overgegaan in rot fruit door de briefbus gooien, straatafval door de briefbus gooien of door het raam gooien, spugen. Tot het op een gegeven moment zo erg was dat die mensen zeiden, we kunnen hier niet meer wonen, wij moeten hier weg. En zijn verhuisd, hè? Waar ze woonden, dat was Paul naast een school die overwegend allochtone jongeren lesgeeft. Een zwarte school, ja. En daar is een verband? Ik denk dat daar zeker een verband is, ja. In dit specifieke geval was het een verband dat het ook allochtone jongeren waren die dit stel wegpesten? Of is dat niet bekend? Dat waren allochtone jongeren, ja. Ja. Goed. Kun je iets voor ze betekenen eigenlijk als raadslid? Nou ja, als raadslid heb je natuurlijk minder instrumenten dan als wethouder of als burgemeester. Als raadslid kun je bijvoorbeeld schriftelijke vragen stellen. Je kan het interpellatiedebat aanvragen. Allereerst hebben wij gekozen om dat eerst te doen. We hebben schriftelijke vragen ingediend. Over hoe het mogelijk was dat deze mensen in hun eigen wijk niet veilig waren. Hoe dit kon, wat een burgemeester had gedaan, wat ze nog konden doen, et cetera, et cetera. Saillant detail is dat normaal gesproken duurt het 6 tot 10 weken voordat je antwoord krijgt op je schriftelijke vragen. Ja. Burgemeester Van Aartsen was dusdanig in paniek dat ik om 4 uur 's middags de vraag had ingediend. De volgende ochtend om 10 uur waren ze al beantwoord. U kunt ook zeggen, burgemeester Van Aartsen nam mij zo serieus in deze kwestie dat hij meteen antwoord gaf. Dat is misschien beter geweest als burgemeester Van Aartsen deze mensen wat eerder had serieus genomen. Ja. En had gezorgd dat deze mensen überhaupt niet hadden hoeven verhuizen. Had de politie dat niet moeten doen eigenlijk? Ja, maar de burgemeester is natuurlijk het hoofd van de veiligheid. Ja. Maar hoe vaak is de politie daar geweest eigenlijk bij die mensen? Dat is 1 keer een wijkagent langs gegaan. Dat is niet vaak, hè? Dat is helemaal niet vaak. Hoe vaak is de politie gebeld door deze mensen? 2 keer. Dat is ook niet vaak, hè? Nee. Dat heb ik met die mensen ook besproken. Hoe kon dat? Ik ben ook bij die mensen langs geweest, meerdere malen. Ze zitten er emotioneel doorheen. Ze zeggen ook, als wij bij de politie aankomen, want ze zijn ook bij die wijkagent, die is ook bij hun geweest. Ze zijn ook 2 keer naar het politiebureau toegegaan. Die zeggen van, ja, ze zijn tot 12 jaar, wij kunnen niks. Dat zegt de politie? Dat zegt de politie. De kinderen zijn tot 12 jaar, die schelden, intimideren, bedreigen. En boven de 12 doen ze dat niet meer? Nou ja, blijkbaar wel, maar het gaat nu om die basisschool. Het is een basisschool waar die kinderen zitten en groep 8 is tot 12 jaar. Maar dan kan de politie toch die ouders aanspreken? Dat vinden wij ook. Vindt de politie dat niet? Nou ja, de politie heeft niet genoeg actie ondernomen om die mensen te vinden überhaupt. Ja. Als ik kijk naar de beantwoording van die vragen die wij hebben ingediend, dan staat er bij de beantwoording dat ze mogelijk de mogelijke daders hebben, de mogelijke ouders van de daders hebben gesproken. Hmm. En Pauwnieuws is wezen filmen. Die zijn in die wijk ingegaan. Het eerste beste groepje kinderen wat ze aanspreken. En ze hebben gelijk een naam en het weet alles meteen. Ja. Laten we even gaan kijken, want we hebben wat beeld gekregen van Pauwnieuws dat we nu gebruiken. En een gedeelte van het beeld wat wij nu laten zien wordt morgen in hun eigen uitzending vertoond. Maar dan heeft ze een beetje een idee om welke mensen het gaat. Dan heb ik het met name over de slachtoffers. Ja. Reden tot verhuizen, dat is gewoon het feit of dat naar de buurt uitgepest, geziekt en getreiterd zijn geworden. Ze hebben niet met een pakketvoer te maken. Want ik vind dat op zijn pad daar zijn geloven onder elkaar bij. Want het is alleen maar argumenten zoeken om de zaak af te zwakken. Heb je zich ook bedreigd gevoeld? Ja, ik heb dus ook, de laatste 4 weken heb ik dus ook bij mijn zuster geslapen. Stop even. Kijk eens aan, wat een gezelligheid. Ik geef eerst u een hand, hallo. Grote dag vandaag, hè? Want het zal je maar overkomen. Staat hij ineens in je woonkamer hier? Zit je toch te pestpokken? Ja, dat hadden we even niet verwacht. Deze mensen die niets gedaan hebben, behalve dat ze homoseksueel zijn, moeten niet als dader, maar als slachtoffer worden behandeld. En gewoon een rustig leven kunnen leiden, net als u en ik.
één dingetje wat een beetje onduidelijk misschien in dit filmpje is. Er werd het parketvloer aangehaald. De buren die boven dit stel wonen hebben een parketvloer, zijn Turken. En zij hadden overlast, geluidsoverlast. Dat heeft eigenlijk niks te maken met het hele homofobe gedrag wat verder vertoond wordt. Hè? Overigens dat die mensen Turks waren, dat heeft ook niet meer te maken. Omdat hetzelfde als een Canadees of Pools of wat dan ook, dat staat er los van. Het ging om het geluidsoverlast. Nou ja, de gemeente heeft dit aangezwengeld om een beetje de druk van de ketel te halen. Het enige wat er ooit aan geluidsoverlast is gemeld, is 3 à 4 jaar geleden. Ja. Dat deze mensen daar kwamen wonen. En toen is daar een melding bij gekomen bij Haag Wonen. Van, er zijn daar mensen komen wonen die geen Nederlands spreken. We hebben geluidsoverlast. That's it. Okay. En dat, dan hebben we echt over een melding van 3, 4 jaar geleden. Dus, en dat wordt dus ook verder niet door dit weggepeste stel aangehaald? Nee. Dus, nee. U zit daar tegenover een man die afgelopen jaren hoogleraar multicultureel drama is geweest. Nou, daar heb je er nu wel een voorbeeld van. Dat ging om de grootstedelijke problematiek. Daar heb je les in gegeven. Ja. Hoe reageer je? Is dat dan, Nou ja, ik doe PR denken aan het verhaal niet lang geleden in Leidsche Rijn bij Utrecht. Ja. Waar natuurlijk in de gemeenteraad daar een enorme commotie over ontstaan. En terecht, ik denk dat de symbolische betekenis van dit soort botsingen groot is. Maar is het nu een incident of is dit iets wat... Nee, ik denk dat er wel degelijk in een deel bijvoorbeeld van de moslimgemeenschap houdingen tegenover homoseksualiteit bestaan die gewoon regelrecht discriminatoir zijn. En hebben de Nederlandse autoriteiten daar een voldoende kritische houding? Nou, ik heb het idee, bijvoorbeeld, ik geef af en toe les op de politieacademie. En dan worden dit soort casussen besproken. Uh-huh. We hebben het ook met die agenten daar in Utrecht over gehad. En die worden door hun collega's wel zeer hard daarop aangesproken. Die zeggen, en dan is het verhaal, we hebben geen heterdaad kunnen vaststellen. Hè. We hebben niet kunnen die mensen niet op ter plekke kunnen aanhouden. En dan wordt er gezegd door collega's, maar waarom hangen jullie er niet een camera op? Dus er wordt vaak traag op gereageerd. Dus daar is wel degelijk iets verwijtbaar. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het echt een ontzettende overdrijving om op basis van dit incident, wat weliswaar echt, ik ga het niet bagatelliseren, maar om het vertrek van een burgemeester te eisen die over het geheel genomen volgens mij, en ik krijg ook de indruk in Den Haag, zeer behoorlijk zijn werk doet. Want dat punt is niet helemaal nog in het gesprek naar buiten gekomen. Dat u vindt dat de burgemeester zijn krediet heeft verspeeld in dit geval. Ja. Nou, dit punt wil ik wel even inderdaad op reageren. De reden dat wij gaan morgen in de algemene politieke beschouwingen van de Raad een motie van wantrouwen indienen. Ja. Wij willen dat de burgemeester opstapt. Wat nu besproken is daar niet de reden van. Dat is wel iets wat een overweging mee is genomen, maar dat is niet een directe aanleiding. De aanleiding is dat, naar aanleiding van de vragen die wij gesteld hebben, journalisten, waaronder Paulus, maar er zijn er meer, het dossier hebben aangevraagd bij de gemeente. En wat hebben ze in dat dossier ontvangen? Een memo. Ja. En in die memo, en zoals algemeen bekend, die mensen wilden onherkenbaar blijven. Dat is in de pers is dat overal gehonoreerd. Mensen zijn onherkenbaar in beeld gekomen. De namen zijn niet genoemd. De straatnaam is niet genoemd. In dat memo heeft het nieuwe adres gestaan waar deze mensen nu gaan wonen. Ja. Juist. En dat is voor u reden om te zeggen burgemeester aftreden? Ja, dat vinden we echt onaanvaardbaar. Die mensen die zijn net verhuisd. Die hebben 1,5 jaar lang terreur over zich heen gehad. Dat adres is niet gepubliceerd, hè? Nee, maar de journalist, wij weten dat er 3 media zijn die dit bezitten. Wij hebben een dwingend beroep op hen gedaan om dit niet naar buiten te brengen. Puur omdat wij die veiligheid van die mensen waar wij het voor opgenomen hebben willen garanderen. Dat beroep hebben wij dus op hen gedaan. Juist. Gelukkig zijn zij zo chic als ze dat niet gedaan hebben. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat Van Aartsen hier een enorme blunder heeft gemaakt. Er is een fout gemaakt, waarschijnlijk door een afdeling voorlichting, noem maar op. Ernstig. Maar om daar het aftreden van een burgemeester voor te eisen, lijkt mij toch echt... Heeft ook geen brede steun. Mag ik even naar Kirsten? Omdat je gaat binnenkort spreken voor de vrouwenrechten in de Verenigde Naties. Als je dit zo hoort, zijn de homorechten eigenlijk een punt dat meer prioriteit zou moeten hebben. Ja, ik denk dat inclusie van de ander, wie die ander ook is, sowieso een belangrijk punt is. En homorechten zijn ook een belangrijk onderdeel van het emancipatiebeleid van Nederland op dit moment. Maar wat mij opvalt in dit gesprek is toch dat er wel heel erg wordt gewezen. En toevallig hoorde ik gisteren op de radio een gesprek met het COC. En daarin werden cijfers genoemd die toch een heel ander beeld schetsen. Namelijk? Dat waren cijfers waaruit bleek dat 86%, meen ik, van alle gevallen van homohaat, dat daar de dader Piet of Henk was.
En geen Ahmed of... Ja, dus dat is de vraag. Dat heeft u natuurlijk een beetje aan uw kleven. Dat als je van de PVV bent, dat je het wel erg prettig vindt als er de daders in de allochtone kring kunnen worden gevonden. Daar wil ik zo op reageren. Ik wil eerst even op het onderzoek reageren. Kijk aan. Dat onderzoek... Zullen we de orde een beetje hier houden of niet? Okay, maar ik krijg nu twee verwijten, dus ik wil ze graag allebei beantwoorden. Ik weet op welk onderzoek u doelt. Dat onderzoek is ingesteld door oud-minister Guusje ter Horst, PvdA. Nou, dan weet je het wel. In veel gevallen wel. Oh, ja. Nee, maar even serieus. Maar in dat onderzoek hebben ze onderscheid gemaakt tussen autochtoon en allochtoon. In dat onderzoek van de autochtoon, die groep, hebben ze bepaalde subcategorieën gemaakt. Allereerst de mensen die een Nederlandse nationaliteit hebben. En enkel de Nederlandse nationaliteit. Ten tweede de mensen met een dubbele nationaliteit. En ten derde de mensen waarvan de nationaliteit niet vastgesteld kon worden. Die twee laatste categorieën werden dus geschaard onder autochtonen. Ja, dan is het nogal wieders dat we uitkomen op het feit dat 86% autochtoon is. Gezien het is zonde als we hier te lang bij... U heeft het duidelijk gemaakt, dat punt. Ja. Nog even het punt wat Paul net opnoemde. Van, ja, het is voor de PVV misschien ook een... Het is wel net ook een lekker dingetje. Want het is ook weer de groep die u graag wilt aanpakken. Nou, wij pakken sowieso nooit groepen aan. De enige groep die wij aanpakken zijn mensen die de wet overtreden. En of dat nou, zoals ik al eerder zei, een Canadees, een Pool, een Zweed of een Marokkaan is, dat maakt niet uit. U weet zelf dat er wel onderscheid wordt gemaakt door de PVV als het gaat. Nee, wij maken mensen geen onderscheid. Ja, mensen die een hoofddoekje dragen of niet, bijvoorbeeld. Het heeft niks te maken met Canadezen. Ja, maar goed, we hebben het nu even over de homo-emancipatie. En als ik dan kijk naar de cijfers, het blijkt wel dat homogeweld veruit vertegenwoordigd is, oververtegenwoordigd wordt door Marokkanen. Dit wordt overigens ook bevestigd door Bernard Welte en Henk Rol van de Gaykant. Heel veel mensen bevestigen dat ook. De vraag is meer, als het nog even tot slot mag, wat kan je daar nou eigenlijk aan doen? Want uiteindelijk zijn deze mensen weg, maar die kinderen van 12 lopen daar nog steeds op dat schoolplein. Maar er is toch gewoon echt, daar is echt wel iets verwijtbaar, dat gewoon het handhaven van de openbare orde is gewoon taak van de politie. En waar dit soort dingen voorkomen, gezien ook de impact die het heeft, kan daar gewoon meer aan worden gedaan. En verder is het natuurlijk absoluut niet zo dat er een neutrale houding bij de PVV bestaat tegenover immigranten. Ik bedoel, het gaat wel degelijk. De kern van de PVV is een discriminatoire behandeling van moslims in Nederland. De gedachte dat de geloofsvrijheid van moslims ondergeschikt moet zijn aan die van anderen, dat die moet worden ingeperkt. Dat is de kern. Kunt u mij een spreektekst noemen? Ja. Of een motie waaruit blijkt dat wij gezegd hebben dat die mensen minder waardig zouden zijn? Gewoon heel simpel, namelijk dat jullie zeggen, er moet een stop komen op het bouwen van moskeeën. Het heilig boek van de moslims, de Koran, moet worden verboden. Dat is toch echt. Maar hebben we toch niet over de moslims? Maar die, heel toevallig zijn moslims mensen die in de islam geloven. Dat is misschien eigenlijk wel de essentie van het feit dat je als moslim aanspreekt. Dus dat is toch, als je naar de kern kijkt van jullie beleid, dan maak je dus een fundamenteel onderscheid tussen bevolkingsgroepen in Nederland. En je houdt mensen de grondwet van Nederland voor, van gelijke behandeling, van godsdienstvrijheid. En alle voorstellen die jullie doen, die concreet op de geloofsbelevenis van deze mensen betrekking hebben, daar maak je fundamenteel verschil. En je wil de vrijheid van een deel van de Nederlandse samenleving inperken. Nee, dat is absoluut niet waar. Even op reageren en dan houden we hierover op. Ja. Inderdaad, ik wil het even vrij kort houden. Wij komen op voor die vrijheden, in dit geval, omdat ik als woordvoerder emancipatie voor het homostel opkom. Mm. Voor de vrijheden van onder andere vrouwen en homoseksuelen. Die vrijheden worden beperkt door de islam. We kennen allemaal de theorie van Karl Popper. De tolerantie houdt op waar we tolerant worden voor intolerantie. Dat is het een perfect voorbeeld van. Daar is de islam een voorbeeld van. En die islam is een enorme druk op onze gelijkheid van man en vrouw en op de gelijkheid van hetero en homo. Je kunt die discriminatie alleen maar aanvallen op basis van een idee van gelijke behandeling. Dus waar discriminatoire opvattingen zijn in moslimkringen, bijvoorbeeld ten opzichte van homoseksualiteit, val het aan, maar doe het op basis van een idee van gelijke behandeling. Okay, we nemen een...